begin is het tijd om eventjes echt wat nieuws te doen. Natuurlijk met de dames. Suzanne. Goedemorgen. 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 Wat staat er in de krant? Ach, dames, wat ben ik weer blij met jullie. Ja, wij ook met jou. Ja, heel erg. Nou ja, tot zover de zelfbevlekking van vandaag. En dan het nieuws. Wat staat er in de Televaag? Nou, heel groot speciale acte levenswensen. Want Nederlanders kunnen vanaf vandaag notarieel laten vastleggen wat er moet gebeuren als ze niet meer echt in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. En dan kunnen ze dus regelen dat hun laatste levensfase eruit ziet zoals ze zelf willen. En dat is allemaal bedacht door... gemaakt op verzoek van ouderenorganisaties en kantonrechters. Want zij zien steeds vaker in de praktijk gebeuren dat ouderen... hoe leg je dat uit? Dat ze niet echt weten wat te doen. Omdat ze niet meer echt goed kunnen beslissen vanwege dementie of dat soort dingen. Ja. Dus misschien is dit dan wel goed. Ja, het is inderdaad, normaal gesproken leg je het altijd vast voor datgene wat je doet als je dood bent, hè, wat je allemaal wil. Maar nu ga je ook al in die fase daarvoor wat dingen afspreken eigenlijk. Ja, als je het zelf niet meer kan beslissen, toch? Ja, het mooie is altijd is dat je daar nu dan dingen over kan afspreken die je misschien tegen die tijd helemaal niet meer kunnen. Want je kan wel in zo'n notarieel act of zo laten vastleggen dat je elke dag een fles cola wil. Ja, dan moet het wel kunnen. Ja. Oh, het is een slecht voorbeeld, maar... Nou ja, Wilbert, wat zou jij zeker nog willen, zeg maar, in de laatste fase van je leven? Ik zit ook even aan te denken. Dat is een goeie. Ja, ik denk dat mensen maar vooral ook hierin gaan zetten dat ze absoluut niet dan in de bejaardenhuis willen zitten. Maar aan de andere kant, soms is het ook voor je... Eigenlijk weet ik helemaal niet wat je erin moet laten vastleggen, joh. Nee. Maar ik zit om te denken aan sowieso vrienden en mensen om je heen, maar dat je niet alleen bent, maar dat kan je denk ik niet daarin laten vastleggen. Dat je het even verplicht vastlegt. Ja, dat staat in het contract dat je nu hier moet zijn. Nee, het zal wel gewoon met name over zorg gaan en wanneer je wel of geen medicatie krijgt en een beetje euthanasie aanvallen letteren, zeg. Nou goed, dat is daarin. Wat staat er in de Volkskrant, Algemeen Dagblad, Centraal? Wat heb je uitgekozen, Miran? Het is weer AD vandaag. Oké, heel goed. Politieagenten die veroorzaken jaarlijks duizenden ongelukken in het verkeer. En in 2008-2009 was de politie betrokken bij in totaal 19.363 ongevallen. Ze kunnen ook niet rijden ook, hè? Ja, hierbij raakten 87 burgers gewond en er was zelfs eentje overleden. En ja, de rekening voor die schade gaat natuurlijk ook gewoon voor de politie. Maar ja, die loopt ook echt in miljoenen. Ja. Is toch ook logisch? Ze zijn er toch, Dat is toch hun werk? Maar ik snap dat je iemand heel graag wil achtervolgen. Maar je moet natuurlijk wel oppassen wat je om je heen gebeurt. Wel oppassen, leuk nieuws. Wat staat er vandaag in de Televaars? Ja, ik heb echt een leuk verhaal gevonden over echt een leuk jochie. Een jochie van 11 jaar. En hij heet Mike van Kuik. En hij zegt ook gewoon DJ Chester, Armin van Buuren en DJ Jam opgelet. Want hij is de nieuwe DJ van de toekomst. Oké dan. Hij kan heel goed draaien en hij heeft ook allemaal professionele apparatuur en hij oefent heel veel. En hij heeft ook een DJ-naam bedacht, namelijk DJ Most Wanted. Most Wanted. Ja, hij wil echt de nieuwe DJ Chester worden. En ja, ik vind het wel leuk, hij heeft de krant mee meegehaald. Zet hier ook op met zijn mooie draaitafels en zo. En het klinkt denk ik wel goed, want laatst heeft hij ook het voorprogramma voor het Now Dance Festival in Amersfoort gedraaid. Okay. Het zit goed voor elkaar. En hoe oud is het gozer? 11 jaar. Lach joh. DJ Most Wanted. Ja, dat is echt deze tijd. Dat je gewoon als je nu nog discjockey wil zijn, dan wil je inderdaad de nieuwe Chester of de nieuwe Armin zijn. En helemaal geen radio-DJ meer. Dat is echt. Nee, dat vind ik helemaal niet. Nee, dat is geen. Ah, dat maakt helemaal niet uit. Maar ik moet eraan denken, omdat gisteren. Waar zag ik dat nou? Oh ja, bij in het programma van Paul de Leeuw, wat ik dan toch nog maar een stukje keek. Daar kwam mijn jeugdheld Jeroen van Inkel langs. Want Jeroen van Inkel die heeft een Oeuvre Award gewonnen. Mm-hmm. En ik vond dat zo terecht. Ik dacht, weet je wel, dat was echt de gast. Dat ik vroeger mijn wekkertje zette. En dan ging ik luisteren naar, naar de vrijdag vandaag. Dan was het Van Inkel, mm-hmm. Rinkel de Kinkel. Vond ik dan leuk. Oké, en wat heb jij, Miranda? Ik heb iets over de stapel onderbroeken. Oh. Want een 36-jarige man die is in Amsterdam opgepakt. Met een hele stapel vieze onderbroeken in zijn rugzak.
En ja, de man die zat lekker in het park een pilsje te drinken en agenten die kwamen eraan en ja, die vroeg wat, ik weet het niet precies. En toen ging de man er opeens snel vandoor. Maar ja, uiteindelijk is hij dus opgepakt naar het bureau gebracht omdat hij een valse naam opgaf. En ja, hij werd dus even gefouilleerd en daar vonden ze al €2450. Oh. Ja, het ging wat verder, want ja, de man die bleef een valse naam opgeven en ja, op een gegeven moment begonnen ze ook zijn rugzak te onderzoeken naar, naar pasjes of zo. En ja, toen vonden ze dus een stapel vieze onderbroeken met daarin €38.000. Zo, dat is smeergeld. Gadverdamme. Ja. En dan, ja, die mocht... Ja, en dan wat? Zeggen dat geld niet stinkt, weet je wel. Sorry. Op dat punt wel, ja. Ja, op dat moment eventjes wel aan. Oké, okay, duidelijk. Dames, bedankt. Ja, graag gedaan. Het. Het. Is. 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 Geniet ervan. Dank je. Ik spreek jullie maandagochtend lekker brak. Tot dan. En goedemorgen. Goedemorgen. Als ik 's morgens wakker word en de radio gaat aan, Giel, dat is dan maar ik weer. Het is niet om op te staan. Nou, leuk hè, die onderbroeken lol zo vroeg. Het is Giel op de radio. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, liefje. Goedemorgen, Giel.